PSV draait hout halen mee in de top van het klassement. Gisteren kreeg het Antwerpen op bezoek. En Antwerpen, dat is zoals u weet de vroegere Racing Mechelen. En die ploeg staat met kleppers als Samaai en Danny Herman altijd garant voor spektakel. De wedstrijd begint met mooie fases aan beide zijden. Hier zien we een mooie alley-hoop van de houthalense Amerikaan Mo Smit. De assist was van Swa Peters. Mo Smit blijft de hele eerste helft de activiteiten onder het bord beheersen. Zo brengt hij zijn ploeg terug tot 13-14. Smit maakt gedurende de eerste helft 19 punten. En dat tot groot jolijt van het thuispubliek. En daarbij maakt het voor de Amerikaan niets uit of het nu in één keer, in twee keer of in drie keer moet gebeuren. Zo legt hij de 42-42 rustcijfers vast. Bij de start van de tweede helft tapt Antwerpen uit een ander vaatje. Bij houthalen lukt zo goed als niets meer. Bij Antwerpen spelen ze de driepuntmachine Danny Herman optimaal uit. Eerst maakt hij 42-47. Antwerpen gaat krachtig door en loopt zo uit tot 42-54. Houthalen lijkt op een pak slaag af te stevenen. Match gespeeld denkt aan iedereen behalve Lindsay Howell. Terwijl achteraan Belling stevig staat te verdedigen, neemt Howell vooraan zijn ploeg op sleeptouw. Houthalen komt terug en neemt zelfs zijn voorsprong. Ook de andere Amerikaan, Mo Smit, doet zijn duit in het zakje. 64-61. En even later is het opnieuw Howell die zijn ploeg nog verder laat uitlopen. Hier maakte hij er 66-61 van. Het publiek gaat helemaal uit het dak en de coaches worden zenuwachtig. En wat doet Lindsay Howell in zo'n situatie? Hij dunkt de pannen van het dak. Houthalen houdt stand, onder meer dankzij deze driepunter van Bart Gijbels die er 77-70 van maakt. De laatste punten van de wedstrijd zijn voor uitblinker Mo Smit. Hij legt de 86-77 eindcijfers vast. Houthalen blijft daarmee meedraaien voor een plaats in de play-offs.